typisch de ouderwetse stoplichttruc van OMN. Oude OMN, onze timmerman. Kijk, het enige wat je nodig hebt is zijn balletjes. Een groen balletje, een oranje balletje en een rood balletje. En je legt de kinderen uit natuurlijk, als het groen is, dan mag je doorrijden. Maar je moet eerst naar links kijken, dan naar rechts kijken, dan naar boven kijken, dan naar beneden kijken. Want er kan een onderzeeboot of een Turks vliegtuig aankomen. En wat je altijd belangrijk is, als het oranje is, of geel. Sommige steden hebben ze hem in geel. Dan mag je wel doorrijden, maar alleen als je heel hard rijdt. En wat moet je natuurlijk doen als het rood is? Dan moet je altijd stoppen. Ik heb hier de koker. Ik doe de houten koker eroverheen. En welke kleur moet er nou onderin? Groen natuurlijk. Groen stoppen we erin. Dan stoppen we de oranje erin. En als laatste de rode. Want als de rode niet boven zit, dan stopt het. Wacht even, er gaat iets fout. Groene, rode en oranje. Ik heb het toch goed gedaan. Ik weet het zeker. Het is nog één keer. Je neemt de groene, die stop je erin. Je neemt oranje en die stop je erin. En je neemt de rode en die stop je erin. En als het nu goed is, dan moet het... Hey, er gaat iets fout. Wacht nou even hoor. Rood, groen, oranje. Ik weet zeker dat die groene onderin moet. Dat weet ik zeker. Koken eroverheen. Dan nemen we die oranje. Stoppen we erin. En dan natuurlijk die rode. Want die rode moet bovenaan zitten. Want als die rode niet boven zit, dan stopt er. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is het een goochelding. Een groene, geel en rode. Wacht even. Ik word er helemaal gek van. De groene moet erin. En die oranje moet erin. Dat weet ik zeker. Het enige wat we nu hoeven te doen, is dat allemaal goed in orde? Ja. Het enige wat we nu hoeven te doen, is de rode laten verdwijnen. En als het dan goed is, is hij helemaal verdwenen. En zit hij toch weer bovenaan.